Er was de afgelopen weken nogal wat te doen over de Amerikaanse politiek. U heeft misschien door inmiddels dat er een nieuwe president aankomt en die heet Donald Trump. En het is dan goed gebruikt dat je zo'n man ook even belt als collega wereldleiders. U begrijpt dat. Ik heb het ook gedaan. En natuurlijk, laat ik beginnen te zeggen, ik snap heel goed. Het was overigens even onduidelijk of ik hem echt gebeld had. Ik was wel even bezorgd, heb ik misschien een nep-Trump aan de lijn gehad toen het eerste lijstje naar buiten kwam waar mijn naam niet op stond, maar het bleek een vergissing te zijn aan hun kant, gelukkig. Ik heb hem echt aan de lijn gehad. En natuurlijk is er van alles te zeggen over die verkiezingen. En hebben we hele heftige debatten gezien, zijn er hele heftige uitspraken gedaan. Maar hij is nu gekozen. Het Amerikaanse volk heeft gekozen voor deze president. En ik geloof in die Amerikaanse democratie. En die relatie met Amerika is van levensbelang voor een land als Nederland, voor Europa. Natuurlijk economisch. We hebben vergaande economische banden met elkaar, zeker ook Nederland en de Verenigde Staten. Maar in deze tijd, die misschien wel sinds het einde van de Koude Oorlog de meest instabiele periode is die we doormaken, met zoveel geopolitieke problemen en conflicten, Rusland en met Oekraïne, de situatie in Syrië, het hele Midden-Oosten, Noord-Afrika, maar ook de situatie in de Zuid-Chinese Zee en op zoveel andere plekken in de wereld. Het is op dit moment buitengewoon instabiel. In die tijd hebben wij een sterke relatie nodig met Noord-Amerika. En daarom wil ik ook echt mijn best doen om een goede relatie te gaan bouwen met de nieuwe Amerikaanse president. Dus ik heb hem gebeld. En daarna had ik een vragenuurtje. En toen hoorde ik wat ik had moeten zeggen. Kijkt u even mee. Die boodschap had anders gekund. Bijvoorbeeld zo. Geachte heer Trump, dear Donald. Het ambt van president van de Verenigde Staten is eervol en eenzaam. U wordt het gezicht van de machtigste democratie ter wereld. Voorzitter, mijn vraag is, waarom niet zo? Nou, dat wil ik toch nog wel even beantwoorden. Overigens, die toespraak die ik had moeten houden telefonisch had minstens 10 minuten geduurd. Dus ik vroeg ook nog Alexander Pechtold, als hij ooit, en we gaan dat natuurlijk voorkomen, in die positie zou zitten, dat hij die telefoontjes moet plegen, gaat hij dan ook de gelegenheid geven aan de andere kant om ook nog iets terug te zeggen? Nou, dat wilde hij wel in overweging nemen. Maar in de kern was deze toespraak van 10 minuten één grote klap eigenlijk in het gezicht van de nieuwe Amerikaanse president. De deur werd dichtgeslagen. En nogmaals, ik vind het onverstandig. We hebben een goede relatie te bouwen met Amerika, zowel vanwege onze economische belangen, maar vooral ook vanwege de inbedding van een land als Nederland in de transatlantische band, de NAVO, die is van levensbelang. Dus wij gaan er een succes van maken, met elkaar, ook met Amerika. En dat veiligheidsargument is ook de reden waarom we proberen een oplossing te vinden voor dat Oekraïne-referendum. Want u weet wat er op dit moment aan de hand is. Rusland heeft de Krim bezet. Rusland bemoeit zich met de gang van zaken in Oost-Oekraïne. Het is zeer instabiel op dit moment in dat deel van de wereld. En dat is zeer dicht bij Nederland. Dat is zeer dicht. Het grenst aan de Europese Unie. Dus het is van belang dat Europa daar eenheid uitstraalt. Je moet je voorstellen dat we als twee bokito's tegenover elkaar staan. En zou Nederland nu zomaar dat Oekraïne-verdrag van tafel gooien en niet proberen inhoudelijk een antwoord te vinden op die nee-stem, dan ben ik er absoluut van overtuigd dat de Europese bokito als eerste met de ogen knippert. En dat is niet in ons belang. En daarom moeten we een inhoudelijke oplossing vinden. Maar laten we heel duidelijk zijn. Dat gaat ons geen punten opleveren op de populariteitsindex. Maar dames en heren, het is wat mij betreft eigenlijk heel simpel. Wij verliezen het voorrecht om Nederland te mogen leiden op de dag dat we bijvoorbeeld vanwege peilingen zo druk bezig zijn om onze baan te behouden, dat we vergeten om onze baan te doen. Er is natuurlijk over de verkiezing van Trump nog meer te zeggen. Het was ook een uiting van zorgen die Amerikanen zich maken over de toekomst. Zorgen die je ook in Europa ziet en die je zeker ook in Nederland ziet. Ik kom er zo over te spreken. Maar laten we eerst kort terugkijken naar de afgelopen 4 jaar. Want in 2012, we werden gekozen. En we werden gekozen om Nederland sterker uit de crisis te halen. Dat is gelukt. We zien inmiddels dat niet alleen de overheidsfinanciën op orde zijn, maar nog veel belangrijker dat de werkloosheid sneller en sneller aan het dalen is. Waardoor heel veel mensen in Nederland die werkloos waren, weer aan de slag komen. 4 jaar geleden zijn we gekozen om Nederland veiliger te maken.
En Nederland is veiliger geworden. Minder straatovervallen, minder woninginbraken. 4 jaar geleden zijn we gekozen om ervoor te zorgen dat de gezondheidszorg, dat die goed zou blijven, maar ook betaalbaar. En dat we dat unieke Nederlandse zorgstelsel, waarin de burgemeester en de conciërge, de notaris en de timmerman, allemaal toegang hebben tot dezelfde chirurgen, dezelfde artsen, dezelfde ziekenhuizen, dat we dat zorgstelsel overeind zouden kunnen houden. En dat doen we op dit moment. We zijn 4 jaar geleden gekozen om de woningmarkt op gang te krijgen. En dat is gelukt. We zien nu dat mensen die willen starten op die woningmarkt, die een eerste huis willen kopen, daar weer een kans voor hebben. Dat als ze vervolgens gezinsuitbreiding hebben, naar een wat groter huis willen, dat dat weer kan. Dat kleinere woningen beschikbaar komen voor ouderen, waar inmiddels de kinderen de deur uit zijn, die zeggen we willen wat kleiner wonen. En we zien dat inmiddels ook in de huurmarkt stap voor stap de zaak in beweging komt. En dat is vreselijk belangrijk. En als je hele grote hervormingen doorvoert, dan moet je soms bij grote besluiten, ook als dingen in de praktijk niet precies werken zoals ze moesten werken, moet je aanpassingen doen. Dat hebben we afgelopen vrijdag nog gedaan, Erik Wiebes, met de wet DBA. En Erik, complimenten daarvoor, want, dames en heren, ik ben ervan overtuigd. Nederland accepteert, als je moeilijke besluiten neemt, dat je in de uitvoering ook af en toe aanpassingen en bijsturingen moet doen. Wat Nederland nooit zal accepteren als wij die besluiten niet nemen. En in die afgelopen 4 jaar, dames en heren, moesten we ook natuurlijk omgaan met zaken die we niet hadden voorzien 4 jaar geleden toen we begonnen. Bijvoorbeeld die grote toestroom van het aantal vluchtelingen in 2015. En daarom was ik zo blij dat we erin slaagden begin dit jaar, tijdens het Nederlands voorzitterschap, afspraken te maken met Turkije, waardoor die vluchtelingenstroom onder controle kwam. Ook dat komt op je pad. Als je dat zo allemaal overziet, die afgelopen 4 jaar, zou je kunnen zeggen, nou, eigenlijk best mooi. Dat dacht ik ook, tot ik met die geweldige bakje doen bus van ons in Spijkenisse was. Dat is overigens een geweldige uitvinding, die bakje doen bus, want je weet niet dat die gratis koffie van de VVD is. En pas als je het bekertje in je hand hebt en Fred Teven en andere Kamerleden je bestormen, dan snap je dat je een fuik bent gelopen. Het is een geweldige uitvinding. Dus ik was bij de bakje doen bus in Spijkenisse. En er komt een zeeman naar me toe, een gepensioneerde zeeman, met overigens, interessant genoeg, een veel jongere vrouw, zei hij althans zelf. Het was echt zo'n zeebonk. Zo'n zeebonk, stoer, lef, met een soort Rotterdamse lompheid die je verwacht van een zeeman. Geweldig. En hij zegt, hey Rutte, even heel duidelijk, dat pensioen van mij, met die AOW, daar zit voor alles en allemaal gedoe. Dus ik denk, nou, hoe ga ik dit oplossen? Dus ik ga hem uitleggen. Ik zeg maar, die AOW, die hebben we nou juist langjarig weer gefinancierd gekregen. En overigens, los van die AOW, moet je eens kijken als je ziek zou worden, wat een geweldige gezondheidszorg we hebben. Inmiddels de beste van de wereld. Moet je eens kijken, je woning. Als je een huurhuis hebt of een koophuis, er zit weer een beetje schwung in die markt. Het is veiliger geworden in Nederland. En er zijn zoveel andere dingen goed gelukt. Waarop hij zei, weet je, daar heb ik je gewoon voor ingehuurd. Niet zeuren. Je gaat nu er gewoon voor zorgen dat het pensioen op orde komt. En hij had natuurlijk voorkomen gelijk. Want wat voor boodschap heeft deze man aan dat wij in de afgelopen 4 jaar vinden dat heel veel dingen gelukt zijn? Ja, ze zijn gelukt. Maar als politicus ben je zo goed als je laatste daad. En wat heb je aan het verleden? Als je zelf nog onvoldoende ervaart dat het ook met jouw leven beter gaat. En daar ligt ook de kern waarom ik in deze zomer heb besloten om door te gaan. Waarom ik heel graag weer lijsttrekker wilde worden van de VVD. En wil proberen met deze geweldige lijst, dadelijk in dit geweldige programma, de VVD weer de grootste partij te maken. En als je het beeldend zou omschrijven, dan is het eigenlijk het volgende. We hebben een tocht gemaakt door een donker bos. Met heel Nederland, met 17 miljoen mensen. We hebben hele moeilijke besluiten moeten nemen. Heel veel mensen hebben dat ook in hun persoonlijk leven ervaren. En we staan nu bijna op dat punt dat we dat bos uit kunnen en de groene weide op kunnen lopen. En op dat punt ga je niet stoppen. Dan ga je door. En dan ga je het al helemaal niet uit handen geven aan andere partijen. Die mogelijkerwijs de verkeerde besluiten gaan nemen. De basis gaan verzwakken. Dat is mijn motivatie. Daar heb ik ook een plan voor. Dat plan heb ik gepresenteerd op dezelfde dag dat we ook het verkiezingsprogramma presenteerden, wat eigenlijk de snelste manier is om mijn plan te realiseren. Een plan wat in feite uit 2 dingen bestaat. Namelijk de basis die we met elkaar gelegd hebben de afgelopen jaren, om die te versterken. Want je kunt geen huis bouwen op drijfzand. Maar tegelijkertijd, om er kei en keihard voor te knokken, dat nu iedereen gaat ervaren dat het beter gaat. En dat we met elkaar de zorgen die mensen hebben kunnen wegnemen. Niet met grote hervormingen, maar door simpelweg, waar dat nodig is, stap voor stap de aanpassingen te doen. En waar maken mensen zich zorgen over? We zagen hier net Hugo en Karin. 2 indrukwekkende, ook heel persoonlijke verhalen. En dat is precies een van de belangrijkste onderwerpen mensen zorgen over hebben. Onze ouderenzorg.
En ik weet niet hoe het u vergaat. Maar als je de verhalen hoort over plascontracten. Over niet warm eten in het weekend. Over één keer in de week douchen. Het maakt me ongelooflijk kwaad. Want zorg is niet alleen, en zeker oudere zorg, op tijd de goede medicijnen krijgen. Ja, dat is belangrijk. De praktische verzorging krijgen, ja, dat is belangrijk. En inderdaad, wat Hugo en Karin zeiden, die verpleegkundigen in die huizen, ook dat is mijn ervaring, dat zijn kanjers. Daar zit het probleem niet. Maar zorg is ook aandacht, is liefde, is rummikup. Zorg is ook als Daan de Neef, jullie kennen hem, die hele lange man die ook heeft meegeholpen aan het verkiezingsprogramma. Als hij ooit met pensioen gaat, dat hij daar gewoon een hardrockmuziek kan blijven luisteren. Zorg is dus ook maatwerk. Want ook de generatie ouder die eraan komt, dat is weer een andere generatie dan de generatie die we nu in de verpleeghuizen zien. Dat gaat veranderen, daar moeten we op inspelen. En ik was afgelopen dinsdag bij een zorgcentrum in Capelle aan de IJssel, de Vijverhof. En daar ging het echt goed. Daar was een directeur, niet zo'n gang met managers, maar gewoon een directeur met één of twee collega's. En die werken ook af en toe nog zelf mee in de operatie. Zijn ook zelf eerder fulltime op alle mogelijke manieren verpleegkundigen geweest. Ze snappen wat daar speelt. Ze snappen hoe belangrijk het is dat je, als het etenstijd is, dat je dan niet magnetronmaaltijden ergens inzet, maar dat je gewoon eten ruikt, vers eten. Dat maken ze er ook allemaal. Er werkte een vent in de keuken, chef van de keukenbrigade. Die werkte er al jaren en die was zo enthousiast. Hij zei, het is zo inspirerend om hier te werken en te zien wat wij kunnen doen voor de ouderen hier. En de mensen die er woonden, daar merkte hij ook aan dat ze het daar naar hun zin hadden. En dat huis doet dat met de gewone budgetten. Natuurlijk, als er geld bij zou kunnen, zal dat zeker helpen. Daar zal hij geen nee tegen zeggen, die directeur. Maar daar zit dus niet het eerste probleem. Het is niet alleen geld. Die motie die we net zagen van Sjoerd terecht zei, laten we de strekking overnemen. Prima. Maar tegelijkertijd is ook zo belangrijk. En ook zat zeiden Hugo en Karin dat we verpleeghuizen, waar het goed gaat, dat we die verpleeghuizen tot de norm maken. En de norm is niet ergens een gemiddelde. De norm moet zijn de beste verpleeghuizen in Nederland. En daar zullen alle anderen zich aan moeten optrekken. Dat is waar we de komende jaren aan gaan werken. Eerlijk gezegd, politieke partijen die alleen maar zeggen, je lost het op met extra geld. En nogmaals, misschien moet er wat geld bij, maar dat is niet het antwoord. Die alleen maar zeggen, je lost het op met extra geld. Het is ook wel een beetje luie politiek, want wat krijg je dan? Dan los je dus niet de echt essentiële problemen op. Dan hou je die gangen met managers. Dan hou je verpleeghuizen die het niet hebben over bewoners, maar over cliënten. Volgens mij heeft de advocaat een cliënt. Een verpleeghuis heeft gewoon bewoners. Ik word heel wantrouwend als ik het woord cliënt hoor. Het zijn gewoon bewoners, daar voel ik warmte bij. En bij cliënt voel ik alsof er een rechtszaak aankomt. En het gaat om dit soort hele praktische, simpele dingen. En dat kan dus. En ook dat, wat eigenlijk al in de wet geregeld is, dat ook in de praktijk gaat gebeuren, dat als iemand naar een verpleeghuis toe gaat, dat met familie en de persoon zelf en de verzorger gekeken wordt, hoe zo iemand zoveel mogelijk het leven kan blijven leven, wat hij ook hiervoor leidde. Dit is een punt waar heel veel mensen zich zorgen over maken. Hier zijn we nog niet klaar. Hier moet de komende jaren nog verschrikkelijk veel gebeuren. Ik ben zeer gemotiveerd. Tweede onderwerp waar mensen zich zorgen over maken is werk. Ja, de werkloosheid daalt. En dat is goed nieuws. Maar tegelijkertijd zie je grote veranderingen op de arbeidsmarkt. Mensen zijn natuurlijk bezorgd over de opkomst van bezorgdiensten, van Airbnb, van allerlei mogelijke moderne internettoepassingen, waardoor bijvoorbeeld ook de winkelstraten echt veranderen. Ik was van de week met de Bakkiedoenbus in Zoetermeer, sprak met de voorzitter van de ondernemersvereniging. En die zegt, ja, hoe gaan we dat nou doen? Ik zeg, nou, wij willen meer flexibiliteit, ook voor die gemeente, om als er dan een winkel dicht gaat en iemand anders wil tijdelijk een zaak openen, om dat mogelijk te maken. Zodat het ondernemerschap gestimuleerd wordt. Maar ik was ook een paar weken geleden bij die prachtige Netcar-fabriek in Born. Daar werkte, toen de fabriek werd overgenomen door VDL, werkten daar 1100 mensen. Er werken inmiddels 4000 mensen en het groeit nog verder. En ik mocht daar die mini on steroids, dat is zo'n mini countryman, daar mocht ik de eerste productie van onthullen. Je zou hem ook kunnen gebruiken, Janine, als dienstauto. Zo groot is die. Misschien niet voor onze voorzitter, misschien net te klein, maar ik denk voor de gemiddelde staatssecretaris en minister een prima dienstauto. Ik maak verder geen reclame, maar een prachtig wagentje. En daar sprak ik een vent die er al 45 jaar werkt en die zei, ik heb met nog nooit zoveel lol hier gewerkt. Dat is omdat ondernemerschap, in dit geval Wim van der Leegte van VDL, zei, ik ga het risico nemen, ik ga die fabriek overnemen. En inmiddels is het binnen het BMW-concern een van de allerbest functionerende fabrieken die ze hebben. Dus dat kan. Ja. Overigens, we hebben hier net ook gesproken met de amendementen over het belang van klimaat en milieu.
Ook dat is zo'n onderwerp waar wij als VVD echt het leiderschap moeten pakken. En niet door à la GroenLinks te zeggen de thermostaat moet lagen, je mag geen leuk leven meer hebben. Nee, door met die Nederlandse innovatiekracht, met die Nederlandse capaciteit om nieuwe dingen te doen. Ervoor zorgen dat we oplossingen vinden voor wereldwijde klimaatproblemen. Dat kunnen wij. We zijn al nummer 1 in water, als het te veel of te weinig is. En we zijn in zoveel andere opzichten nummer 1. Daar moeten we veel meer mee doen. Ook veel meer jonge bedrijven door laten groeien en ontstaan. Laten groeien en een succes maken. Ook dat is zo'n voorbeeld waar heel veel banen liggen. Echt een kans. Kijk, wat ik wil ook met die arbeidsmarkt, is dat we een arbeidsmarkt hebben in Nederland die werkt voor jou. Dat betekent aan de ene kant dat het makkelijker moet worden voor bedrijven om mensen in dienst te nemen. En tegelijkertijd dat we het ook vieren als iemand de keuze maakt om bijvoorbeeld als ZZP'er of als ondernemer die wel personeel gaat aannemen, een bestaan te starten. Dat zijn allemaal keuzes die mensen maken. En wij moeten ervoor zorgen dat al die keuzes vanuit de overheid, dat we niet in de weg lopen. Dat we het zo hebben georganiseerd dat dat relatief simpel kan. En mensen daar weer hun energie zit, dat ze die daar ook kunnen uiten. Want wij zijn de partij voor iedereen die iets van zijn leven wil maken. En dat bracht mij om eens te kijken naar de toespraak vorige week van Sybrand van Haarsma-Buma op het CDA-congres. Gewoon eens te kijken of andere partijen ook ideeën hebben. Weet je, je moet ook niet alles proberen zelf te verzinnen. Misschien hebben anderen goede ideeën. Dus ik heb geluisterd naar die toespraak. Dat viel, eerlijk gezegd, ja, ik moet daar eerlijk over zijn. Dat viel tegen. Het was vooral een toespraak wat het CDA allemaal niet wilde, waar ze allemaal tegen zijn, waar ze nee tegen zeggen. Het is sowieso een partij die heel vaak nee zegt. Hè. Nee tegen, hoe lossen we nou op een nette manier het Oekraïne-referendum op. Nee tegen de migratieafspraken met Turkije. Ik heb zelf geen kinderen, maar wel neefjes en nichtjes. En ik merk, als die zo'n jaar of twee zijn, dan komen ze in zo'n nee-zegfase. En het laatste wat ik hier wil doen natuurlijk, dames en heren, is Sybrand van Haarsma-Buma afschilderen als een pruilende peuter. Dat zou ongepast zijn. U hoort mij dat niet zeggen. Hoe verleidelijk ook, geen pruilende peuterbeelden op Sybrand Buma, Sybrand van Haarsma-Buma plakken. Maar, och, wat is dat CDA somber geworden. Pak dat verkiezingsprogramma er eens bij. Don't try this at home. Je grijpt echt naar de fles als je het leest. Het is zo somber. Wij noemen het onder elkaar wel keuzes voor een bitter Nederland. Het is echt vreselijk. Dus ik denk, dan ga ik eens even met Lodewijk Asscher in gesprek. Maar die is zo in paniek over robots, dat als hij maar ergens hoort dat er een robot dreigt te komen, dat hij meteen van de leg is. Bij VDL in Born staan 1200 robots. Ik heb het hem niet verteld, want... Maar nou is het bijzondere, Lodewijk, dat bij VDL dat personeels, dat aantal banen niet verdriedubbeld is. Ondanks de robots, dat aantal banen is verdriedubbeld dankzij de robots. Daarom is die fabriek weer competitief. Kijk, wat deze twee mannen willen is eigenlijk terug naar de jaren 50. De gleufhoed op, de regenjas aan, je gaat naar kantoor, je zit de hele dag achter een typemachine en je komt 's avonds thuis en dan doe je de instapsloffen aan. U ziet ze daar zitten. En je hebt een rustige avond. Kijk even naar dit beeld. En je ziet zelfs de drie mannen daarachter verschrikt kijken over dit bezoek. Ik begrijp het. Dames en heren, we moeten blijven moderniseren, kansen pakken. Dat is ook de grootste zekerheid die we juist aan mensen in het land kunnen bieden. En daar zijn wij van als VVD. Echt, dat is onze opdracht. Ander punt. Waar mensen die ik spreek, op straat, in mijn werk, bij de bakkiedoenbus, bij al die andere gelegenheden, oprecht bezorgd over zijn, is veiligheid. Ik zei net, die veiligheid gaat beter. Maar we hebben ook de beelden gezien uit Zaanstad, waar één vlogger met een groep andere ontzettend irritante kereltjes in staat is om mensen angst aan te jagen om nog naar de supermarkt te gaan. Waardoor heel veel mensen zich onveilig voelen in hun eigen buurt, niet meer over straat durven. En het belangrijkste wat je wilt in het land is dat je je wel veilig voelt. En dat je je vrij voelt om te gaan en te staan waar je wilt. Dus ik ben blij dat met grote vertraging daar de burgemeester eens heeft ingegrepen. Het had misschien wat sneller gemogen, maar wij moeten echt ook de burgemeesters achter de politie staan. Die hebben de bevoegdheden om dit soort gevallen, dit soort irritante kereltjes keihard aan te pakken. Zodat wij altijd achter de goede mensen staan. Achter de mensen die deugen en niet achter dit soort figuren. Daarom ben ik ook zo blij dat wij in het programma weer extra geld uittrekken voor veiligheid. Bijvoorbeeld om meer rechercheurs aan te nemen. Maar er is ook een zorg bijgekomen.
En die zorg raakt aan de angst voor terroristische aanslagen. En ik zeg het vaker. Ik kan hier, Janine, het hele kabinet, wij kunnen geen garantie geven dat er in Nederland nooit een aanslag zal plaatsvinden. Wel de garantie geven dat we er alles en alles en alles aan doen om die aanslag te voorkomen. Het VVD-programma trekken we niet voor niets nog meer geld uit. Om bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat op alle plekken in Nederland waar de risico's zijn, we nog meer kunnen doen. Dat is vreselijk goed. Maar ik vraag wel om een soort afspraak met Nederland. Want die afspraak zou moeten zijn dat ik snap dat mensen bezorgd zijn over aanslagen. Ik snap heel goed dat het angst oproept. Maar wat is nou het antwoord? Het antwoord moet volgens mij zijn dat we, ondanks die zorg over aanslagen, niet minder uitgaan, maar meer uitgaan. Niet minder op het terras zitten, maar meer op het terras zitten. Niet minder naar de bioscoop gaan, maar meer naar de bioscoop gaan. Dat wij gewoon ons leven blijven leven. Dat is de beste reactie op deze dreiging. Want doen we dat niet, dan geven wij eigenlijk al op voorhand een heel groot cadeau aan deze terroristen. En dames en heren, ik heb het vaker gezegd. Wij zijn met meer. Dit gaan wij winnen. En als ik praat over zorgen over veiligheid, is er iets wat minder grijpbaar is. Maar waar, zeker ook in de afgelopen paar jaar, toen die vluchtelingenstroom zo groot was, in de tweede helft van 2015. En gelukkig hebben we die stroom onder controle kunnen krijgen. Maar toen zag je dat er ook iets bij kwam. Namelijk de zorg dat we stap voor stap aanpassingen gaan doen, concessies gaan doen aan mensen met andere opvattingen, met een andere culturele achtergrond. Het is echt van het allergrootste belang met integratiebeleid. Dat wij volstrekt helder zijn wat wij verwachten van mensen die van buiten komen. En in de afgelopen 30 jaar is dat integratiebeleid matig succesvol geweest. En als ik zeg 30 jaar, dan zat daar dus ook de VVD heel vaak aan tafel. Dus dat raakt ook ons. In de afgelopen 4 jaar meen ik oprecht met dit kabinet dat we erin geslaagd zijn om wel hele goede stappen te zetten. Maar het is niet genoeg. En dan had ik begin september de kans om bij zomergasten te zitten. En toen was er een aantal weken daarvoor was er iets gebeurd in Rotterdam. En ik laat het nog even heel kort aan u zien. Fuck jullie, hè? Fuck jullie! Ochtend! Nee, niet meer opnemen. Geen leugens opnemen. Deze demonstranten, Turkse achtergrond, die maken gebruik van hun democratische recht om te demonstreren in Nederland. Ik vind het ongemakkelijk, een hele zee van rode Turkse vlag in Rotterdam. Maar het is een grondrecht en ze mogen daar gebruik van maken. En ik zal het ook verdedigen. Maar wat niet kan, is dat zij vervolgens het voor journalisten onmogelijk maken om hun werk te doen. En dat deze NOS-verslaggevers eigenlijk worden weggejaagd en worden bedreigd. Ik heb daar in de meest stellige termen mij tegen gekeerd. Echt heel stevig. En dat leidt dan tot een Eerste Kamerdebat. Met fractievoorzitters. Vervolgens leidt het tot een Tweede Kamerdebat met fractievoorzitters. En weet u wat het ergste is? Dat debat ging niet meer over deze kwestie. Wat daar gebeurde in Rotterdam. Het ging over de toonhoogte. En of ik me zo wel had mogen uitdrukken. Niet over de zorg die heel veel mensen hebben. Wat daar in Rotterdam gebeurde. Als bewijs bijna voor heel veel mensen dat we bezig zijn om stap voor stap concessies te doen. Het debat ging dus over toonhoogte in plaats van over de inhoud. Er was één jongen. Nee, jongen niet. Dat is onaardig. Er was één politieke collega. En die genoot van dit debat. Ik laat het u even zien. Pleurt op, rot op, lazer op, pleur op, rot op, pleurt op, ik pleurt op, rot op, lazer op. Ik vind het geen sterke reactie. En dit, ik geef toe, het is aan elkaar geplakt, maar het zijn allemaal unieke pleurops. Allemaal unieke pleurops, ze zijn natuurlijk aan elkaar geplakt, maar hij genoot ervan. En wat was ik blij dat ik in ieder geval deze keurige burgemeester zo'n de gelegenheid heb gegeven om ook zich even te uiten. Je zag hem ervan genieten. Maar goed, dames en heren, het zou allemaal heel grappig zijn als het niet zo verdraaide ernstig was. Want het is echt een onderwerp waar heel veel mensen, ikzelf, ook heel veel mensen in Nederland zich zorgen over maken. En we moeten als VVD volstrekt helder zijn. We moeten normeren. Onze democratische vrijheden, wat wij in de afgelopen honderden jaren in dit land hebben opgebouwd, dat twee mannen in iedere wijk hand in hand over straat kunnen gaan. Dat vrouwen totaal gelijkwaardig zijn aan mannen en mannen aan vrouwen. Dat het niet uitmaakt of je blank of zwart bent. En zoveel andere dingen. Onze godsdienstvrijheid. Al deze zaken moeten wij heel hard verdedigen. En ook volstrekt duidelijk maken aan mensen die van buiten komen wat we van ze verwachten. Maar we mogen... Dank u wel. Maar dat betekent ook iets
wat we mogen verwachten van Nederlanders die op een volstrekt onacceptabele manier een fatsoenlijke discussie over de komst van een asielzoekerscentrum of een noodopvang onmogelijk proberen te maken. Ik laat even de foto zien en dan ziet u wat er gebeurde. Dit zijn geen allochtonen. Dit zijn Nederlanders die achter in een raadzaal als idioten staan te schreeuwen, terwijl fatsoenlijke mensen die echt zorgen hebben proberen hun zorgen te uiten over de komst van een AZC. Ik vind het ook verschrikkelijk. Dus laten we in het land weer een beetje normaal doen. Want dames en heren, het is heel simpel. Met onze normen en waarden is het alles of niets. En als het niet alles is, dan is het dus niets. En dat accepteren we niet. We gaan nu stap voor stap naar de volgende Tweede Kamerverkiezingen. En er begint zich langzamerhand een keuze af te tekenen. Aan de ene kant heb je partijen die ik wel eens de poeh-poeh-partijen noem. Die wat vermoeid zich voortsleuren. Partijen als CDA en D66. GroenLinks, hoe jong ook die Klaver begint het ook al te krijgen. Die vermoeid, somber zich voortsleuren naar die verkiezingen. Die zeggen, tjonge, wat is er nou toch weer een hoop te doen? Hoe gaan we dat nou toch weer oplossen, buurvrouw? De poeh-poeh-partijen. Daar gaat het antwoord niet van komen. U zult niet verbaasd zijn. En aan de andere kant heb je de partijen die jagen angst aan. Als ze al een enkele keer een oplossing hebben, is dat een oplossing die echt niet gaat werken, die zelfs slecht is. Ik heb dat wel eens genoemd, de casino-oplossingen. Grote risico's nemen met belangen van mensen. Maar vooral partijen die, als het spannend wordt, weglopen. En dat vind ik nog het allerergste wat je die partijen kunt verwijten. Kijkt u even mee. Geert Wilders gooide op het laatste moment roet in het eten, omdat hij geen verantwoordelijkheid wilde nemen voor de gevolgen van de bezuinigingen. Het bezuinigingspakket lag al klaar. Dit is in april 2012. Nederland stond aan de vooravond van een van de zwaarste recessies uit de naoorlogsgeschiedenis. Dat wisten we allemaal. Het was niet voor niks dat we extra maatregelen moesten nemen. We hebben 7 weken vergaderd, we waren eruit. En Geert Wilders maakte een puur electorale afweging. Hij zegt, ik durf het niet voor mijn rekening te nemen. Ik ga weg. Ik vind dat ongelooflijk onverantwoord. Hij heeft daarmee Nederland in een campagne gestort, een verkiezingscampagne, die 4 maanden duurde, daarna de formatie. Dus we hebben minstens 1,5 jaar vertraging opgelopen om het noodzakelijke herstelbeleid in gang te zetten. Hier, je kunt geen spelletje spelen met de belangen en de banen van mensen. En dat deed Geert Wilders hier. En daarom is hij ongeschikt, vind ik, om premier van Nederland te worden. En wil ik het vooral zelf blijven. Maar er zijn ook nieuwe fenomenen aan het firmament. Kijk even naar deze foto. Het is Henk Krol. We hadden vorig jaar zomer de kans om een lastenverlichting te geven aan Nederland van 5 miljard. En we wilden, Halbe Zijlstra, ikzelf, de VVD en ook de Partij van de Arbeid, we wilden dat combineren met een grotere belastinghervorming. Dus we gingen met partijen aan tafel zitten. Dat bleek uiteindelijk heel lastig. Dus we hebben wel die 5 miljard lastenverlichting kunnen geven. Een paar kleinere hervormingen kunnen doen. Het lukte niet om het eens te worden over een grote belastinghervorming. Maar goed, dat heb je soms te accepteren. Wat ik niet begrijp, is dat deze man, die de vergadering begon om 7:30, om 7:50 de broodjes op had en nog voor het 8-uur-journaal alweer de camera's te woord stond om even zijn mediamomentje te pakken. Ik heb 1 boodschap aan alle ouderen in Nederland. Deze man, deze Henk Krol, gaat helemaal niets voor u doen. Henk Krol is alleen bezig met Henk Krol. De wegkijkers en de weglopers. En eigenlijk zijn ze even erg. Want of je nou wegkijkt, die poepoepartijen, die vermoeide politieke partijen die zich voortslepen naar die verkiezingen, of aan de andere kant de partijen die weglopen. Ze zijn allebei slecht nieuws voor Nederland. Ik zei het eerder, we zijn met elkaar met een tocht bezig. We zijn bijna dat bos uit. We staan voor die groene grazige weiden. En het laatste wat ik wil is nu terug het bos ingaan. Het is een beetje of je met een groep vrienden zegt, kom, we zetten de rugzak op de rug, we gaan een zware wandeling maken, we gaan echt even iets pittigs doen. En als je dan bijna er bent, dat ze dan zeggen, weet je wat, dan gaan we terug naar huis. Dat is het gevoel wat ik hierbij krijg. En ik vind dat verkeerd, want dames en heren, Nederland, zeker de fase waar we nu in zitten, met grote, ook geopolitieke vraagstukken, vraagt om leiderschap. Nederland vraagt om ideeën, vraagt om energie, vraagt ook om de ambitie om dat uiteindelijk waar te maken. Het vraagt om een partij die bereid is altijd de telefoon op te nemen als ons gevraagd wordt om die verantwoordelijkheid te nemen. En we realiseren ons dat heel veel mensen bezorgd zijn.
dat heel veel mensen nog niet ervaren dat Nederland er zoveel beter voor staat. Heel veel mensen die zeggen, pas nou op, want ook onze belangen moeten gehoord worden. En ik ben dat met ze eens. En die partij, dames en heren, die dat kan, die congresseert hier vandaag in Noordwijkhout. Dat is de VVD. Want wij weten voor wie we het doen. Wij doen het voor al die mensen die 's morgens om 7 uur opstaan. Die hard werken. Mensen die terecht genieten van het feit dat ze na een leven lang hard werken nu kunnen genieten van hun oude dag. Jongeren die naar school gaan en bezig zijn iets van hun leven te maken. Mensen ook die zich soms afvragen of de politiek er nog wel voor hun is. Die zich afvragen hoe kan dat met die fraudeurs, de dingen die fout gaan, de dingen die niet worden aangepakt. Is die politiek er nog wel voor ons? Ja, in ieder geval de VVD is er wel voor jullie. Want wij zijn er voor al die mensen die met een zekere koppigheid, met optimisme doorzetten. Die inderdaad proberen iets van hun leven te maken en heel goed snappen dat het niet makkelijk is om in één keer al die problemen op te lossen. Dat het zelfs niet in één kabinetsperiode gaat. Dat je daar soms nog meer tijd voor nodig hebt. Maar die wel snappen dat dat leiderschap en dat verantwoordelijkheid nemen nodig is. Voor die groep zijn we er. Dames en heren, de VVD, dat is eigenlijk dat koppige Nederland. De VVD, dat is Nederland. Dank u wel. APPLAUS.